Dag, we zitten hier op een hele mooie plek, een begraafplaats, ergens midden in het land. We hebben een mooie dag uitgezocht, jullie hoorden vogels en achter mij zie je prachtige urnen met naamplaatjes en nog verder achter grafstenen. En ik vind zo'n begraafplaats altijd een hele serene sfeer hebben, een plek waar je tot rust komt, waar je verbinding voelt met de mensen die je achtergelaten hebt, die jou achtergelaten hebben, net hoe je het bekijkt. En het geeft een soort rust. Het is alsof de mensen die daar liggen, dat je daar weer verbinding mee maakt, meer contact mee maakt. Het mooie is, we leven nu in een tijd van het digitale tijdperk, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook hele mooie andere mogelijkheden om die herdenking te kunnen laten plaatsvinden. Namelijk een digitale manier. Remember.com is een platform, een social medium, wereldwijd, waar je een pagina kan aanmaken. En op die pagina kun jij een persoon eren, herdenken. Je kunt daar condolianceberichten plaatsen. Je kunt er mooie filmpjes plaatsen. Je kunt foto's uiteraard plaatsen. Maar niet alleen jij kan dat, als de beheerder van die pagina. Ook degene die jij toewijst aan deze pagina. Die kunnen ook foto's delen op deze pagina. Het is een hele makkelijke manier om dus zo'n mededeling, zo'n pagina te delen met je familieleden, met je verre vrienden. Misschien mensen die niet konden komen op de begrafenis of om andere reden verwant zijn met deze overleden persoon. En jij kunt ze via remember.com in verbinding brengen. En ze vragen om ook, als ze dat willen, foto's te plaatsen of herinneringen te plaatsen. Het is een hele makkelijke manier. Zo'n pagina kun je heel gemakkelijk aanmaken. Het kost niet veel tijd. En ik heb er zelf ook een aantal gemaakt, van mijn oma bijvoorbeeld. En ja, dat doet veel. Dat raakt je ook. Hè? Het is ook een gevoel alsof je respect toont naar die overleden persoon. Dus ik kan je dat van harte aanbevelen. Je hebt ongetwijfeld ook mensen die er niet meer zijn, die dierbaar zijn. Kijk eens naar remember.com en misschien is dat voor jou een hele mooie mogelijkheid om deze mensen op die manier ook te eren en te herdenken.